hier in het sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Op een morgen lag het hele bos onder een dik wit tapijt van sneeuw. Oh, wat leuk! Dat vond geitje Benjamin ook. Hij maakte een glijbaan op het bospad. Hij gleed de hele dag tot het donker werd en hij naar binnen moest om te eten. Hij kon er moe geweest zijn. Nou en of, toen Reus naar huis ging, zag hij de glijbaan niet. Hij gleed uit en plofte neer. Het hele bos trilde. Reus probeerde overeind te krabbelen, maar hij viel telkens weer neer. Arme Reus. Toen Wolf voorbij wandelde, wilde hij Reus helpen, maar hij gleed ook uit. Ploef! Op zijn achterste. Wolf huilde luid. Zullen we allemaal als een wolf huilen? Kinderen en ook de grote mensen. 1, 2, 3. Bravo! Bravo! Draak hoorde het gehuil en kwam erop af. Met één vlam smolt de sneeuw en het ijs helemaal weg. Wolf en Reus konden weer naar huis. Eind goed, al goed. Dat doet me denken aan die dag dat Roodkapje. Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal. Ik heb een mooie tafel. Ik zit hier. Ik heb een mooie tafel.